Historische dag vandaag. Ja, dat is zeker een historische dag. Hoe lang heb het geduurd? 2 jaar? Ja, zoiets wel, denk ik. Het heeft 2 jaar geduurd, maar Glenn is mee op een akker. Ja, leuk. Hey, Glenn is mee op een akker. Met, ja, we hebben toevallig allebei een Nocta Macro bij ons. En dat brengt me ook eventjes naar de nieuwe metaaldetectors. Er komen 2 nieuwe metaaldetectors aan. En de eerste is de Deus 2. En de tweede is de Nocta Macro, hoe heet dat ding ook alweer? Legend. De Legend. Ja. Iets in mij zegt dat ik die naam niet zo leuk vind, maar dat moet misschien even wennen. Maar, Sprook is pad gelopen. Nou, dit is hartstikke leuk. Jullie hoeven dus niet al DMD te volgen, want zijn GoPro doet het niet. Maar ik vond het misschien wel leuk om aan jullie te vragen. Stel je voor, hè, ik zou een van de twee uitkiezen om uit te gaan proberen en aan jullie te laten zien. Wat zouden jullie dan willen zien? Zouden jullie willen dat ik de Legend of de Deus? De Legend of de Deus. Laat het hierachter in de reacties weten. Of ik de aankomende periode, als ik mijn handen erin krijg, want ja, niks is zeker. Maar zou ik dan liever met de Legend of liever met de Deus lopen? Nou, eerste vondst. Een muurhaakje. Hartstikke leuk. Teken dat we goed op weg zijn. Laat de rest ook maar komen dan. Glenn die zit ook lekker op zijn knietjes. Glenn, wat heb je? Ja, het is een auto, hè? Weet je al. ik zou niet weten wat het is. De wielen van de bus? De wielen van de bus. Ja, dat kan ook wel. Het lijkt wel Keltisch muntgeld. Ja, nee, dat is het niet, sorry. Maar je kan wel merken dat jij echt een militaria zoeker bent, hè? Ja, ik merk het ook aan mijn detector. Er zoveel instellingen, dit en dat. En ik heb er heel veel moeite mee, merk ik. Ja, ja, het lijkt zo makkelijk. Ja, ja, dus met militaria zoeken is het ook makkelijk. We gaan gewoon doorzetten. Ja, dat gaan we sowieso doen. We gaan doorzetten. Ik heb al een wiel gevonden, dus yes! Waar dat dan ligt, weet ik niet, maar het is echt dramatisch vandaag. Echt heel slecht. Weinig vondsten en de vondsten die we eruit halen zijn echt, nou, normaal gesproken film ik dit niet eens. Zonde, zonde. En ik had er zo op verheugd, hè, want ik heb de hele week keihard gewerkt. Ik zou vandaag de hele dag gaan zoeken, maar dat gaat dan niet omdat ik even zo goed nog een keer moet werken vanmiddag. Nou, uiteindelijk toch besloten om te gaan. En dan kom je op een veld waar zo weinig echt iets bijzonders ligt. Maar het is wel de realiteit. Dat mag je ook laten zien. Het is even niet anders. Ik hoop dat het straks nog even beter wordt. Ik zit net te vertellen aan de kijkers, aan onze kijkers, dat het dramatisch is. Zo staat hij erop, weet je, zoals dit zo. Ja. Statig hoor. Ik zit net te vertellen dat het dramatisch slecht is. Ja, het is ook dramatisch slecht, maar toch vond ik wat. Kijk. Ik schrik me rot, man. Ik denk, oh, het zal wel... Ik dacht gisteren dat het een gulden was, gewoon van deze tijd. Nee, het is ook een gulden. Ja, het is... maar ik dacht echt van deze tijd. Ja, nee, hij is van Willem. Willem II. Zo. Uit 1847. En hij is nog best wel heel strak en heel mooi ook. Dus heb ik nou de eerste keer gewoon geluk dan? Of hoe noem je dat zo? Ik weet het niet. Geluk, de laatste tijd, hè, ja, neem ik mensen mee met zoeken. Eerst nam ik Paul Hill mee. Die vond een gouden ring. Dat ben je. Ja. Zo. Run, Forrest, run! Nou, als Glenn het dan met de zilveren munten doet, dan doe ik het wel met de lepeltjes. Het is wel een diep lepeltje. Het is met paplepel ingegoten. Ja, past er meer suiker bij. Het is met de paplepel ingegoten. Ja. Leuk. Kijk, dit is zo'n typische vondst. Ja, je moet net even weten wat het is. Maar dit is een beugel van een beugeltasje. Dus hier zat een heel netje omheen. En dan kon je hem open doen en er wat in doen en weer dicht doen. En dat netje, dat vormde een tasje. Ik ga kijken of ik een voorbeeld hier in de hoek kan laten zien van dit. Maar je had ook portemonneetjes en die waren soms zelfs van zilver. Ja, het is nu niet zo'n bijzondere vondst meer. Maar het is wel leuk om te weten wat het is. Je had een vingerhoedje, hè? Ja,
kijk, een speciale vakje naast de munt. Ja, ik had dat vermoeden, maar ja, je weet het natuurlijk nooit zeker. Ja, dat is een vingerhoedje. Ja, dat is leuk. Zegt. Want ik had gedacht van, hey, weet je wel. Maar, ja, moet je niet doen, alles meenemen. Ja, dat doe ik ook, maar ja, toch, weet je wel. Dan was het thuis, dan ga ik achter de kliekast staan. En, dan... en ik had een, suikertangetje. Oh, ik dacht dat het een haarspeld was, man. Nee, een suikertangetje. Gewoon om een klontje suiker te pakken? Ja. Ja, ik dacht echt dat het een haarspeld was, die liet zien net. Ja, maar dat is het niet. Het kan wel in je haar, toch? Ja, tenminste, het kan in je haar, ja. Ja, ik nooit... Auw. Ja, hartstikke leuk. Jawel. Coinbal. Gaan we hem samen openmaken? Kijken wat erin zit. Doe de coinbal, joh. Nou, er zit geen munt in. Het is iets... Ja, wat is het? Het is iets. Daarom doe ik nooit live digs, want het is nooit wat. Kijk, het is toch altijd wel weer leuk om een gespje te vinden. Prachtig. En dan is deze niet eens heel bijzonder. Zeg maar niet een heel gek model of zo, maar ik vind het toch altijd wel leuk. Dat is wel leuk dat ik nou een keer een hele vind. Meest vind je ze stuk. Dit is een, daar kun je een stok van een gordijn aan hangen. Dus deze kwam zo tegen de muur aan. Dan deed je de stok ertussen en dan klipte je hem dicht. En dan had je hier een eindstop. En dan ging de stok van de gordijn zo eruit. Gordijnstopper. Even de oude trucendoos uithalen. Ik heb Klen geroepen. Ik hoop dat hij gek wordt. Wat heb je? Kom maar. Geld of niet? Wel jou hoor. Nou, dan kom je niet. Sorry, dat geld niet. Kijk. Hey, joh, is dat geld? Dan mag ik hem eruit halen. Heel voorzichtig. Doei. Hoop dat ik zo'n echt goud vind. Wat is dat eigenlijk? Een dopje? Dit is een dopje dat zit op een medicijnflesje van de koeien. Dus je gaat er nog wel een paar vinden. En als je hem vindt, dan heb je elke keer het idee van wow. Nou, volgens mij heb je het zelf ook gewoon. Nee. Ik heb hem ondertussen al zo vaak gevonden. Zo. Wat heb je? Ja, volgens mij heb ik een gesp. Geps. Ja, geps. Maar straks zei je ook al, ja, dat is van een koe, dus daar vertrouw ik niks meer natuurlijk. Ja, dat is een gouden. Dat is een oudje. Dat is zo'nzelfde als die ik net had, ja. Die is wel leuk. Ja, en ik heb net een zilveren munt gevonden. Ja, en ik heb nu een speelgoedkopje gevonden. Ja. Wat heb je? Een speelgoed, een dekseltje van een speelgoedkopje. Oh, zo dat je dat ziet, joh. Is dat een versiering of tekst? Of wat, Nee, is versiering. Je had ze in verschillende vormen. En dit is eigenlijk niet zozeer speelgoed, maar dit is van een poppenhuis. En die poppenhuizen, die werden door dames ingericht. En hoe mooier je poppenhuis was, dan kon je aan je vriendinnen laten zien hoe rijk je was en hoe goed je het had. Dat was een rijke stinker dan, denk ik, of niet? Nou ja, de versierden waren wel voor de rijkere. En dan had je de gladde voor de wat minder rijke. En dan kreeg je de zilveren voor de hele rijke. En wij zeggen altijd, ik heb speelgoed gevonden. Maar eigenlijk is het, dat keukengerei, dat is helemaal geen speelgoed. Dat is versiering en een inrichting van het poppenhuis. Daarom heb ik dus nooit een poppenhuis vroeger. Nee, nou ja, de meeste mensen in die tijd, en dan praten we over 1600, 1700, 1800 misschien ook nog wel, maar 1700 vooral, hadden de vrouwen, die hadden echt vaak een poppenhuis staan. En hoe mooier die versierd was, dat was een soort pronkstuk. Oké. Kijk, een speldje met een vlag. Ik denk de Nederlandse vlag, wit-blauw. Rood-wit-blauw natuurlijk. Kun je het vinden, Glen?
Nou, dat is toch leuk? Ja, wat is het? Jij is er gewoon blij. Oh, die krijg ik gelijk een paniek. Oh. Dit is... een deksel van een inktpot. Ja. Oh. Dus je had een glazen inktpotje. Ja. Daar zat deze op. Kon je hem open doen. Oh, wacht, dat doe je niet. Zo, maar dat en dan kon je hem dicht doen. Heel oud dan, of niet? Ja. Zat er nog gewoon zo'n merkje op zo'n ding? Of? Soms wel, maar deze niet, denk ik. Nee? Deze is al helemaal vergaan, maar hij is wel leuk. Het is een deksel van de inktpot. Ja. Kijk, Glenn. Allemaal schoenen. Ik was wel kwijt. Wie de schoen past, trekt een man. Ja, die pas ik niet. Kijk dan. Echt. Heel bizar. Heel veel schoenen. Maar ik heb hier een klein gaatje gegraven. Wat ligt dat hier dan? Is dit echt een vuilnishulhoop geweest? Nou, ik denk dat dit een soort ophoging geweest is. Ik weet het niet. Gebruiken ze maar pauwschoenen? Ja, vroeger deze van alles. Ja, oké, dat is ook weer een punt. Het is niet van de afgelopen jaren. Ja, maar is er niet iets uit de Tweede Wereldoorlog hierheen is gebracht of zo? Dat ze er vanaf moesten, als voorbeeld? Nou... denk het niet. Ik denk dat het wat nuchterder legt, maar we gaan gewoon even graven. Kijken of we alleen schoenen tegenkomen of dat we ook nog andere dingen tegenkomen. Ja, welkom bij Dorcas 2.0. Ja, ik weet nog niet wat ik hiervan moet vinden hoor. Als dit nou echt het akker zoeken is, dan ja. Zo, kijken wat de schoenen. Alleen maar schoenen. Welke ga je aantrekken? Die me past, deze. Oh ja, die deze pas ik wel. Echt zoveel schoenen. Eruit komen. Alleen maar schoenen. En ja, en tasjes. He? En hier. Is dat? Een BH. Oh, lekker. Met het kant er nog aan. Pikant. Als het kant. Kan je hem nog uitklappen? Dat is wel een klein BH'tje geweest, hè? Dat weet je wel of zijn, maar... Nou, het is echt wel een BH'tje, hoor. Ja, het is wel een BH'tje. Maar... heel raar dat dit eruit komt. Maar waarom ligt dit hier dan, joh? Ja, weet ik niet. Opvulling. Ja, dat is wel een aparte opvulling dan. Ja. Glennie, dat was hem. Ja. Hoe vond je het? Ja, in het begin had ik echt zoiets van, wat doe ik hier op een beetje op een akkertje, weet je wel. Kijk, ik ben altijd militaria zoeker geweest, dus een hele andere tak is dit. Ja. Maar wat mij wel eens opgevallen is, kijk, tot die zilveren munt natuurlijk, want daar begon ik te springen was ik happy en... daarna vond ik ook leuke dingen. Alleen wat mij wel opvalt is dat in het bos is het makkelijker zoeken. Ja. Ook met de instellingen van je metaaldetector. Ja. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik denk, nou, zit op dezelfde stand en lopen maar. Ja, nee. Ja, dat werkt niet zo. Nee, je moet echt zoeken gewoon. Er komt er echt even wat meer bekijken. Je moet meer luisteren. Je moet meer kijken naar wat is. Je moet meer kijken naar wat voor signalen je hebt. Absoluut. Want er zit hier ook heel veel rotzooi in. Maar bij militaria zoeken pak je ook al die grote ijzeren dingen. Want dat wil je ook hebben. Ja, tuurlijk, ja. En hier wil je ze eigenlijk niet hebben, omdat het altijd rotzooi is. Daar kom ik niet achter, ja. Ja, dus je bent meer... Ik loop spit als een gek. Je bent meer aan het uitfilteren, inderdaad. Ja. Maar ik vond het wel leuk. Ik vind het wel dus zelfs leuk een klein om nog een keer te doen, eigenlijk. Dus zelfs een klein beetje leerzaam. Ja, want ik heb een hoop dingen. Het is alweer geleerd in de tussentijd, inderdaad, ook. Ja. Ja, ik zou het wel vaker doen. Top. Je hebt me wel overgehaald, ja. Top. Ja. Dat had ik niet verwacht, maar ja. Goed, voor jullie bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren, want dat gaat steeds langzamer. Dus als je nieuw bent, druk gewoon even de knopje in, joh. En dan zie ik jullie de volgende keer. Vergeet trouwens, als je deze video door zijn lens wil zien, niet even te kijken bij AllDMD. Vrouwtjesvanger, je weet de rest van het verhaal. Dus, ja, dat hebben we gemeen. We worden allebei papa. Ja. Dus we gaan het erop pakken. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.